Even kijken waar ons kindertjes favoriete YouTubers, Facebookers, Twitchers, Twitteraars, noem het maar op. Daar zijn we weer, een nieuwe aflevering Slayer Kane voor Reliant Dragons. Alhoewel, ja, het is wel op mijn channel, ik weet het, maar ik had even geen zin om Engels te lullen. Dus vandaar, even kijken. Nou ja, zoals gewoonlijk gaan we natuurlijk even het beeld hier alles weer even goed zetten. Even mezelf zoeken, ik ben hier. En ja, dan gaan we een, wat is het, een Diana Jungle gamepje doen. We gaan een Diana Jungle gamepje doen. En we hebben natuurlijk de Bloedhoer Diana skin. Bloedmoon. En er staat eigenlijk velkels te chillen. Gek velkels. En we zetten alles op keer 2. Handje gaat weer naar de zijkant. Poef! Ik zei poef, handje, poef. Goed zo. En daar zijn we weer. Hey jongens, lang geleden. Ik weet het. Ik had beloofd eigenlijk om iedere week een uploadje te gaan doen. En ik, ik val gewoon weer fucking hard. Want dat haal ik gewoon niet. Mom, er gewoon fucking druk inderdaad. Werken, sociaal leven, noem het maar op. Dat hoort er allemaal bij. En dan ja, gaat het gamen toch in één keer een beetje lopen vervallen en zo. Dus ja, bij deze toch maar weer even een uploadje. En ja, ik wil natuurlijk om te beginnen, net zoals altijd, dat blijft gewoon een standaard ding, hoop ik, dat dat zo gaat blijven in ieder geval. Iedereen natuurlijk hartelijk bedanken voor de votes op de Vote for Streamer bij ReliantDragons.com. En ja, natuurlijk nogmaals, allemaal fucking bedankt voor de votes. En fijn dat ik als vanuit de community van Reliant zelf constant de winnaar mag zijn. En de overall winnaar ja, automatisch ook wel ben, maar ja, dat telt natuurlijk hier niet mee, want het wordt apart berekend. Dus ja, mocht je nou mee willen doen de streamen zijn, ga daar, schrijf je eigen in, doe mee. Vanaf volgende maand gaan de prijzen aan vast komen te zitten voor de winnaar. Dus mocht je nou vanaf volgende maand maart, de winnaar van maart zijn, dan staat daar een mooie prijs tegenover. Dus je doet het niet voor niks. Zorg natuurlijk dat al je vriendjes en vriendinnetjes mee gezellig meedoen. Want ja, hoe meer mensen er meedoen, hoe groter de prijzenpot gaat worden. Dus hoe leuker het is voor degene die nummer 1 wordt als hij er hard voor heeft moeten werken. Dus dat is ja, puntje nummer 1. First blood. Yeah. Am I brigante? Nope. Anyways. Waar gaan we het nog meer over hebben? Ja, nou, foto voor streamer hebben we nou gedaan. Dus dat is wel weer Maui geweest. Hotje, ga gewoon dood. Ga gewoon dood. Ik wil niet dood. Yeah. Woe. Even kijken, ja, runes, masteries worden allemaal inbegrepen onderin een paar mooie links. De beeld natuurlijk, hè, een hele mooie beeld voor deze link. Nee, een hele mooie link voor deze beeld, sorry. Verder zijn we, vanaf februari zijn we begonnen met een referral contest op het forum. Dus op ReliantDragons.com schrijf jij in, ga naar het user panel, daar heb je een referral link. En ja, die referral link die kan je natuurlijk gebruiken om andere mensen op het forum te krijgen. En wat is nou het hele doel hierachter, achter zo'n contest, helemaal mooi en het heel stoer als je natuurlijk wint. Maar ja, natuurlijk doe je dat niet voor niks, dat we wel zijn. Nee, deze contest geeft jullie de mogelijkheid om op die manier gratis en voor helemaal nada, ja, zoveel mogelijk actieve users te krijgen. Hoe meer actieve users, hoe meer referrals je hebt, hoe groter de kans is dat jij nummer 1 wordt. En als je nummer 1 wordt, staat daar een hele mooie prijs tegenover. Die prijzen kunnen variëren van Steam keys tot G2A kortingen enzovoort. Tot gewoon compleet gratis. Mooie dure games als het helemaal gewoon goed gaat lopen. Dus ja, dat was dat eigenlijk wel weer. We ratelen weer lekker door. In de tussentijd lekker aan junglen. Every game I'm jungling. En ja. Verder de referral contest. Er komt natuurlijk een League of Legends toernooi. Is er onderweg. Schrijf je eigen in op ReliantDragons.com. Houd het voor in de gaten. Want ja, die contest is gewoon, contest, toernooitje, contestjes, ja, tijdverdrijf, net hoe je het noemen wil. En, maar in ieder geval, het gaat gewoon inhouden, er zitten gratis prijzen vast, het is een gratis toernooi waar uiteindelijk 8 tot 10 deelnemers aan mee zullen gaan doen. Een 1v1, met daarin de mogelijkheid tot het winnen van hele leuke prijzen, zoals bijvoorbeeld in-game skins, champions, icons, wat hebben we nog meer, wards. En ja, dus zorg gewoon dat je in die top 3 belandt. En dan beland je gratis of niks in de pauze. Ja, gratis of niks. Kost je een beetje tijd en een beetje skill. Want je moet wel een beetje gaan lopen patsen natuurlijk. En ja, dat terzijde. En mede door de Blood Moon skin heb ik Diana maar weer eens eventjes tevoorschijn getoverd. En ik speel deze game samen met Metal Harpy. Metal Harpy speelt Ivan Support met een Jhin die echt apenballen zuigt. Dat terzijde natuurlijk. Ik bedoel... dat is niet zo heel belangrijk. We gaan het gewoon lekker doen.
Dus daar zitten we momenteel even naar te kijken. Ik ben momenteel erg druk met farmen. Hey, kijk nou, een Iron Candy. Een Iron Candy? Candy? Verder. Het is koud. Het sneeuwt. Het is tyfus weer. En ja. Weet je, dan moet je iedere dag naar heen fietsen en shit allemaal helemaal. En door al dat fietsen in de kou, ja, komt er gewoon weinig van streamen. Ik geef gewoon het fietsen in schuld. Nee, maar het is gewoon heel simpel. Momenteel gewoon heel druk met mijn werk, dus ik kom eigenlijk helemaal niet aan streamen toe. Dat is een beetje het hele punt. Up and away. Bam. Ik ben dood. Nee. Maar ja, wel een double killetje. Dus, job's done. Knuppelzegels. Boom. Ja, we worden natuurlijk heel blij van deze muziek, hè. Dat snap je zelf ook wel. Dus hier en daar zullen er wat stilte momentjes vallen om even goed te kunnen genieten van deze muziek. Deze muziek schijnt genaamd te zijn Glitch Hop. Ik had er nog nooit eerder van gehoord. Ik vind het eerlijk gezegd takkenherrie, niks met muziek te maken hebben, maar hey, dat is mijn persoonlijke mening. Even kijken. Diana blijft gewoon freaking overpowered. En we gaan lekker van de hak op de tak heen door. Oh, lekker hakken op die takken. Blijf aan de gang, man. Jezus Christus. Nee, maar wat kan zijn, man. Momenteel heel druk mijn werk, dus ik kom eigenlijk helemaal niet in de streamen toe. Ik ga mijn best doen om zoveel mogelijk wel te uploaden tussendoor, minimaal één keer in de week. Ik faal daar nu al wel in en ik heb die belofte volgens mij eerder gemaakt. Daar faal ik wel een beetje. Een beetje hard eigenlijk, want volgens mij is het één keer in de drie weken nu of zo, random as fuck. Dus ik ga daar wel even wat beter mijn best op doen natuurlijk. Zorg er wel voor, zorg dat je als je op Twitch gefollowed bent... Dat mijn Revlo-bud, dat je via Revlo-bud, hoe heet het, alles geregeld hebt. Want dan krijg je natuurlijk iedere maand wel gewoon je Slayer Points gratis. 700 of zo per maand, dat je gesubscribed bent en op Twitter followed. 1, 2. Nee? Ja, echt al. Bam! Gekke Lucian. Hey, ik heb een Warwick marking. De nieuwe Warwick is trouwens fucking vet. Als je met me door hebt, is je fucking saai, maar mijn mening. En verder, ja, ik zou eigenlijk even helemaal niet weten wat ik moet vertellen. Het gaat allemaal goed, we leven nog. En jullie allemaal ook, hoop ik. Laat even weten of je nog leeft, hè. Dat is wel, vind ik wel relaxed. Binnenkort komen er ook wat giveaways op YouTube. En ik heb nog steeds een headset liggen die de deur uit moet. Dus dat moet ook nog geregeld worden. En verder, ja, druk. Allemaal studies bezig. Een maatje van mij aan het helpen. Die is bezig met een social gaming studie. En in die social gaming studie is hij een leraar aan het bewijzen dat social gaming echt wel een toekomst heeft. Ook financieel gezien. En dat daar goede business in zit. Ik ga er ook nog even een linkje van onder de description zetten. Help alsjeblieft die jongen mee. Zorg dat die leraar goed voor lul staat. Ik lijkt me toch wel een leuk iets om te doen. Leraren voor lul zetten is altijd een hobby van mij geweest. Dus ja, als ik dan iemand mee kan helpen, dan gaan we dat gewoon doen. En geef even je mening inderdaad over de social gaming. Hou er even rekening mee. De vragen die er staan, er zijn hier en daar wat League of Legends dingetjes, zeg maar, die erin voorkomen. Maar het is niet echt een daadwerkelijk League of Legends gericht doel. Dus hou daar even rekening mee. Dus niet dat je denkt, ja, maar alleen maar League of Legends. Nee, het is dus niet alleen maar League of Legends. Er worden meerdere games bij genoemd. Het is nu gewoon even een globale mening. Ik heb al begrepen, die gozer, dat er nog een uitgebreidere survey gaat komen. En ik heb zelfs al begrepen dat hij waarschijnlijk, als het allemaal mee zit, zijn plannen wil doorgaan zetten en het daadwerkelijk wil gaan uitvoeren straks als studieproject. Dus we zullen zien wat dat gaat worden. Hop. Bam. Misschien had ik dan niet in mijn uppie achter die karma aan moeten gaan trouwens. Maar oké. Nee, Lucian. Nee! Ah, Lucian mag het gewoon overleven, joh. Ah. Niet relaxed. Dus, dat was kortie. Even kijken. Ja, ik denk dat we op dat punt alle belangrijke dingen wel gehad hebben. Het is gewoon weer een kwestie van slap ouwe hoeren totdat dat filmpje een beetje volgeluld is.
En om een van de reden sta ik daar 6 uur stil, niemand weet waarom. Daar heb ik vaker last van de laatste tijd, gewoon een beetje stilstaan. Ja, wat hebben we nou? We hebben de Blood Moon map natuurlijk ook, hè, Brix. Blood Moon Summoner's Rift Chisel. En ja, ik vind hem op zich wel mooi. Kijkt wel fijn. De nieuwe game mode heb ik ook al gespeeld, Assassin Only. Op zich wel grappig. Zou niet, ja, ik ben niet zo van die aparte game mode chisel, dus ja. Het is 1 keer, 2 keer, misschien dat ik er nog een uploadje over maak, maar ik geef het weinig kans. En ja, verder druk. Giveaways, shit regel voor Reliant, de uploads er mij een beetje tegenaan bemoeien voor mijn eigen channel. Oh ja, daar hoef ik me eigenlijk niet tegenaan bemoeien, want het is gewoon mijn eigen onderhoud. Hier staan we een beetje te strukduken, een beetje chillen en gezelligheid. Kan ik een beetje inzoomen en zo? Ja, kijk. Oh, wat leuk! Even kijken. En dan hebben we een ijver, staat daar alleen. Oh. Zo, ik kop die touw wel terug, jongens. Doen jullie de rest, man. Ik ben er weg van. Doei! Dat is nou gewoon een beetje te fluiten, ja. Hey. Een beetje fluiten. Tweet, tweet. Ja, even kijken. In de tussentijd, wat zijn mijn stats? We gaan even stats checken, jongens. Even stats checken! Oh, gaat best goed. Ah, ondertussen de muziek. Hoppa. Mijn frickin' hagedis afblijven, goddammit. Dit is niet handig. Waarom doe ik dat? Niemand weet waarom ik dat deed. Ik wou kinderpotsegers verkopen, maar ze wilden schijnbaar geen kinderpotsegers. Nee, maar mocht je nou ideeën hebben voor een leuke upload, hè? Een leuke video challenge natuurlijk, hè? Dat vind ik ook wel een goeie. Laat het maar even weten. Ik ben voor een tijdje terug bezig geweest inderdaad met Pacifist Tranemir. En ik heb ook een Pacifist Vladimir geprobeerd. Ja, ik heb daar natuurlijk keihard in gefaald, want anders hadden jullie die uploads al gezien. Maar daarbij moet ik ook zeggen, ja, no offense, maar er zijn inmiddels zoveel YouTubers die dat doen. Dat ik het eigenlijk ook niet echt meer een sport vind om dat te gaan doen. Hop, hop, en hop. Bam. Dus ja, heb je een leuke challenge, een leuk idee, laat het even weten natuurlijk. De tandenstoker versus de hond. De hond never stood a chance. Bam! Hoppa! Aangepakt door een splinter. Opdonderen. En verder, ja, we gaan ja, tussendoor een beetje League spelen. Ik ben ook bezig met PS4 tegenwoordig weer. Dus mocht je een PS4 account hebben, of een PS4 hebben, erg maar gerust. Gaan we gezellig een potje samen spelen. Ik speel voornamelijk Elder Scrolls Online, Neverwinter, Call of Duty of course. Dus let me know. People. Sorry, ik zal jullie gehoorbeschadiging niet erg gaan maken als nodig is. En doei. Wee. Ja, Diana is en blijft gewoon een broken jungle. Dus ja, het is gewoon lachen. Ik val een beetje dood. Het is, ik zit een beetje in mijn zondagsflow, zeg maar. Dus ik ben dood op mijn zijkant en toch raak ik aan het zien. Ah, ik moet even recorden. Dus bij deze. Dus tussendoor gaan we ontspannen muziek luisteren. Dat is een barbecue. Hoppa. En hoppa. We hebben het zo wel fucking tof zijn inderdaad als we wat meer mensen mee gaan doen aan het toernooi inderdaad als het zometeen zo ver is. Het zou natuurlijk heel tof zijn als mensen mee gaan doen aan de referral contest. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen en hoeveel mensen eigenlijk toch wel gratis shit krijgen. Of ja, gaan krijgen en willen hebben. Ja, de Minecraft server natuurlijk die we hebben. Op RelineDragons.com.
Ja, we hebben een eigen Minecraft server en Feed the Beast server, als ik me eigenlijk niet vergis. Ik ga niet uitleggen wat het inhoudt, ik ga niet uitleggen wat je er moet doen en wat er allemaal gebeurt. Want daar heb ik allemaal de bal op stand van. Ik zou het ook echt niet weten gewoon, want ik speel echt geen Minecraft. Maar ja, het zou wel fucking tof zijn als jullie het natuurlijk wel doen, die server een beetje groot maken op die manier. En ja, als we op die manier een beetje aan de gang kunnen met die server, hou er rekening mee, het is natuurlijk helemaal gratis. Dus het is gratis Minecraft spelen op die server. Hé, hey, ik ben dood. Ik word echt een greedy hier, echt. Ja, ik kan gewoon gratis spelen. Als voor wat ik heb begrepen van hogere hand, slash de beheerders van de server, gaan daar ook nog giveaways op plaatsvinden. Dus meld je eigenlijk even aan via het whitelist topic op het forum. Zorg dat je gewhitelist wordt, ga lekker spelen. En als het eenmaal zover is natuurlijk dat er giveaways gedaan gaan worden in-game, dan ja, ben je er gewoon lekker bij! Je bent erbij. Dus even kijken. 11, 5, 3. Niks te klagen. Nou, touche heb je. Moest er daar even smijten, anders ging Jin hem jatten. Dat vind ik niet relaxed. Hop, hop. Nou, wat ik zei, Roens Masteries gaan we straks even een mooie... Ik ga er even een mooie beeld verbouwen. Die komt op relinedrengs.com natuurlijk, een hele beeld. En die zal ook, de link zal ik hier even onder neerketsen. Rennen, Lucie. Rennen! Wat? En ja, als jullie nou zelf records hebben die jullie graag willen showen, moet je dat even aangeven natuurlijk. En dan gaan we dat gewoon even weer regelen. En dan mag je kiezen, wil je hem hier, bij mijn channel, wil je op Reliant Dragons hebben, wil je hem op allebei. Het kan allemaal natuurlijk. En ja, heb je zelf natuurlijk een hele commentary erop, dan hey, helemaal nice. En als je zoiets zegt van nou weet je, lul jij er maar een slap overheen, maak er eens wat van. Ja, moet je dat ook even aangeven, dan gaan we natuurlijk ons best doen om dat te regelen. En dan gaan we dat gewoon doen natuurlijk. Alles voor de gezelligheid. Hop. Hop. Kijk, ze rennen hier. Hier, strukduken. Wat? Wat? Oh, dit is zo'n wonderbaarlijk stukje. Lucien beschiet mij en ik mag het overleven. Heel raar. Of tenminste, overleven. Ik mag gewoon doorgaan met recall. Heel apart een beetje of zo. Meestal gebeurt dat alleen maar bij enemy. En nu was ik een keer lucky. Up all night to get lucky. Yes. En ja, wat zijn een beetje de spellen die momenteel nog veel gespeeld worden, jongens. Jongens en meisjes. Daar ben ik ook wel heel, heel benieuwd naar eigenlijk. Ik heb toevallig van de week For Honor de beta zitten spelen. En ik vind het echt een scheidsspel. Dat is één. Maar ja, dat is een beetje mijn mening. Kan ik ook nog wel, daar kunnen we ook nog wel even een klein recordje over doen, denk ik. Oh nee, ik heb hem al verwijderd. Laat maar. Lama. Lama, lama, lama. Lama. Kom, we gaan gewoon lekker enden. Denk ik maar. Ik ga er een einde aan maken, jongens. Ik voel het. Of niet? Nee, we gaan er geen einde aan maken. Hoppa, hoppa. Triple kill. Bam. This is how we roll. Enemy team has agreed to surrender. En daarmee is de upload ten einde. Ja, wat ik al zei, het was een beetje mijn zondagsflow uploadje. Dat merk je heel erg waarschijnlijk. In ieder geval weer thanks voor het kijken. En ik zou zeggen jongens, laat je de meningen horen natuurlijk. Die zijn voor mij zeer belangrijk, worden altijd erg gewaardeerd. En ik zou zeggen jongens, tot de volgende ronde. Dit was Slayer Kane, ik zeg later.